50 meter. Start gevallen onder gejuich van het publiek, maar is dat nog steeds zo als ik meld dat paard nummer 2 Verano Dravid van de benen gaat? En ook Annie Crombie maakt een fout. Uitgeschakeld beide paarden... nummers 2 en 5, bijna galop 2 en 5. En ja hoor, daar gaat ook Thomas Bos aan de binnenkant met Fleur Zwageman en is de ravage compleet. Het, ja, veel springers in de beginfase. Wie gaan er van de favorieten wel omheen? Dat zijn Felton Swan Lake en ook aan de buitenzijde paard nummer 9. Uitgeschakeld nummer 1, galop nummer 1. Daar kunt u misschien dan nog wat mee voor elkaar boksen. Want hier komt André Bakker terug op Alkmaar. En hij laat zich gelijk zien ook aan de buitenkant met Felton Swan Lake. Met nummer 7 binnen een paar honderd meter de kop. Dat lukt alleen de groten der aarde. Paarden komen op weg naar de rechte lijn voor de tribune. En daar wordt de leiding overgenomen. Nee hoor, niet waar. Nog niet door Felton Swan Lake. Hij krijgt 0 op het rekest. Namelijk bij de koploper die we zo langzamerhand maar een keer moeten noemen. Dat is paard nummer 3, Amy van Jip. Amy van Jip, tweede plaats erachter Felton Swan Lake. Maar daar is de volgende die de koploper onder druk zet. En die gaat wel onder gejuich van het publiek naar voren. Dat is de loeigrote Cool Duco, zo'n Bakkardacci. En die heeft nu een lengtevoorsprong genomen voor op de tweede plaats erachter aan Amy van Jip. In derde stelling Felton Swan Lake. En de vierde plaats erachter is voor Niels Jongejans en zijn Eldorado Medo. En deze paarden hebben dan wat voorsprong op het vijfde paard. En dat is op dit moment El Pano, paard nummer 6. Nou, dat zijn dan nog de paarden met redelijke kansen, waarbij vanuit de start van het veld John de Leeuw ook nog wat gaat ondernemen met zijn nummer 8, Vanity Star. Paarden komen zo dadelijk weer in de rechte lijn voor de tribune met aankop van het veld Bakkardacci. En die gaat hier als een groot voorstaande leiding. Heeft een lengtevoorsprong op de tweede plaats Amy van Jip. Een gigant van een outsider. Als u daarop in heeft gezet en het mocht lukken, dan kan er een groot feest gevierd worden. Op de derde plaats daarachter het nummer 7 van Felton Swan Lake. En achter Felton Swan Lake volgt dan de 4. En dat is Eldorado Medo. En achter Eldorado Medo heeft Vanity Star één plekje goed gemaakt. En dat ging ten koste van El Pano. Paarden gaan door de bocht op weg naar de overzijde van de baan. Grote stappen, gauw thuis. Zo denkt Dennis Minema. Hij heeft er het paard voor. Paard nummer 9, Bakkardacci. En die heeft inmiddels wat voorsprong genomen op de concurrentie. Maar Felton Swan Lake, die gaat nu in de achtervolging. En passeert Amy van Jip in de achtervolging op die koploper. Paard nummer 9, Bakkardacci. Het lijkt op dit moment een tweestrijd te gaan worden tussen Bakkardacci en Felton Swan Lake. Maar André Bakker, hij laat zijn paard nog één bochtje uitblazen. Om zo dadelijk die finale sprint in te kunnen zetten. Om te kijken of hij die Bakkardacci nog kan verslaan. Het gaat tussen de nummers 9 en 7. Met aan de binnenzijde Bakkardacci aan de leiding. Maar aan de buitenzijde Felton Swan Lake. En die zet nu nog één keer de aanval in. Waaiert het een daar uit die bocht. En komt met elke stap dichterbij. Maar die Bakkardacci, dat is een hele taaie. En die lijkt stand te kunnen houden. Het is de 9 denk ik net voor de 7. Fantastische finish. Dan de 4 voor de 8 en de 3. We gaan over tot de huldiging, dames en heren, van paard nummer 9, Bakkardacci en Dennis Minema. Bakkardacci en vierjarige bruine ruin van Cool Duco uit Rajadizi. Frans gefokt in bezit van de familie Disseldorp. Paard wordt getraind door Bas Krebas en voortreffelijk gereden door zijn rechterhand secondant Dennis Minema. En die ontvangt een prachtige bos bloemen en een vleeswarenpakket van Maasland Vleeswaren. Dennis, lekker paard. Lekker paard, zeker. Maar hij is al een beetje bang tussen de paarden. Het ging van start af maar net goed, gelukkig, tussen de springers door. Maar hij wordt steeds braver en hij gaat steeds beter doen. Wie is bij jullie op stal de scout Franse paarden? De eigenaar, want de eigenaar heeft hem zelf gefokt. Die heeft hem zelf gefokt zelfs. Kijk aan. Ja, toch? Ja. Dat is dat een nieuwe strategie, Frans? Ja, dat klopt. Het bevalt goed hoor, dat fokker. Ja, dan neem je nog meer trots. Ja, dat geloof ik onmiddellijk. Dat maakt het extra mooi. De foto's worden gemaakt. Mooi plaatje zo, Bakkardacci, de eigenaar, de hond, zien we ook prachtig op de foto staan. En onze gasten namens de Hotelschool Amsterdam, dames, bedankt voor jullie medewerking. En nog een fijne voortzetting. U kunt in handen, dames en heren, van schitterende winnaars Bakkardacci, Dennis Minema scoren alweer hier op de baan van Alkmaar. De tweede in korte tijd.